onder unieke omstandigheden op een lege en stille dam zonder publiek. Vrijheid. De oude man verstopte Joden op zijn zolder, drukte illegale kranten en hielp Engelse piloten. Hij loog voor het leven. Hij loog voor de vrijheid. De vrouw in de kelder liet wanneer de vliegtuigen overvlogen bange mannen, vrouwen en kinderen schuilen voor de bommen. Zij stond voor het leven. Zij stond voor de vrijheid. De jongen, net 18, opgeroepen om te vechten aan het front, nam afscheid van zijn moeder en zou haar nooit meer zien. Hij vocht voor zijn leven. Hij vocht voor de vrijheid. Deze helden, gewone mensen zoals jij en ik, kozen ervoor te vechten voor onze vrijheid. Als een van deze helden hier niet voor had gekozen, was mijn opa dan geboren? Had ik dan geleefd? Eva Pronk, zo stond je daar op de Dam en nu hier. Ja, even uitademen. Ja. Hoe was het? Hoe was het daar op zo'n helemaal lege Dam? Heel bijzonder, want het is gewoon, ja, het is zoals, niet zoals je het op tv altijd ziet met een volle Dam. En om het dan van de andere kant mee te maken, niet van de tv, maar van achter allemaal te zien en daar dan toch te moeten staan, dat is toch wel heel anders dan je verwacht. Ja. Jij hebt de wedstrijd gewonnen, om het maar even zo te zeggen. In ieder geval wedstrijd en de inzending. Daarom mocht jij vandaag jouw gedicht daar doen. Heb je enig moment getwijfeld of wist je meteen dit wil ik doen? Nou, ik vond het wel moeilijk om het gedicht zelf te schrijven. En hoe vaker ik het dan uiteindelijk dan las en zag, dan dacht ik, werd ik een beetje zat. Maar uiteindelijk, ja, ik heb me goed voorbereid. En toen ik daar stond, ik heb er wel van genoten. Ja. Miljoenen mensen hebben zitten kijken. Hè? Jij droeg dat gedicht voor, heel indrukwekkend. Heb je meer of minder dan 500 reacties gekregen via social media? Nou, iets minder, maar wel heel veel meldingen en volgverzoeken en mensen die ineens gaan opzoeken. Dat is heel raar. Ja, ik kan me voorstellen. Wat hoop je nou wat mensen overhouden van jouw gedicht? Ik hoop dat mensen door dit gedicht, het was een beetje de bedoeling om verschillende personen te beschrijven en ook vooral te laten zien dat iemand in de oorlog misschien wel iets heeft betekend voor mijn familie door mijn overgrootopa te redden. En misschien was ik er wel niet geweest als die persoon dat niet gedaan had. Dus dat wilde ik vooral laten zien met mijn gedicht. Ja, over de, wat je als individu kan doen eigenlijk. Ja, om dat daar ook aan te denken. Want dus natuurlijk hebben mensen voor de vrijheid gevochten, in een verschrikkelijke tijd geleefd. Maar het kan ook echt over jezelf gaan, over jouw familie die gered is of dat. Heb jij iets persoonlijks met de oorlog? Ik vond het vroeger wel heel erg interessant bij geschiedenis en boeken lezen en films. Maar ik heb zelf niet die verhalen in mijn familie. Want mijn opa's en oma's zijn allemaal na de oorlog geboren. Ja. Maar goed, je schrijft er toch zo'n prachtig gedicht over. Dank je wel. En hierna dus nog in den landen, als ik je goed beluister. Nou, ik vind dichten nog steeds wel heel erg moeilijk. En het lukt niet zo goed, maar ik misschien. Hey joh, het lukte fantastisch. Dat is prachtig. Ja, dank je wel. Bedankt. Dank je wel, Eva Pronk. Ja, ze had niet zo heel veel toeschouwers, Eva, op de Dam, maar wel één hele belangrijke.